Dit cafetaria werd op 12 februari overvallen door twee daders met bivakmutsen op en ze hadden een pistool, gingen naar binnen. Ze wisten te ontsnappen en uiteindelijk zijn ze gepakt omdat ze een telefoon gebruikten die ze bij de overval hadden buitgemaakt. Het gaat om een 20-jarige jonge man uit Zevenaar en een 21-jarige man uit Deventer. De eigenaar van het cafetaria is niet boos. Sterker nog, hij zoekt de jongens op in de gevangenis. Ja, omdat we die jongen hebben brieven gestuurd van mij. Ja, en schrijven zeggen, ja, sorry, zoiets. En dan weten die jongen weten is fout gemaakt. Daarom ik met die mijn broeders naar die gevangenis bezoeken. Ze hadden er spijt van. Ja, spijt van, ja. De eigenaar gelooft dat de jongens oprecht spijt hebben. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Hij gaat naar de rechter toe en vraagt om strafvermindering. Ik ben christen. Heer Jezus is lief. U heeft ze vergeven. Dat is wel heel bijzonder, hè? Ja. Wel mooi dat het ook nog kan. Normaal hoor je alleen maar van strenge straffen. Maar als het ook gewoon daders zijn die er ook spijt van hebben en dat aangeven, dan vind ik het heel knap en bijzonder dat iemand het ze dan vergeeft. Je ziet het tegenwoordig eigenlijk nooit meer. Je hoort het eigenlijk nooit. En ik vind dat het hem siert. Bijzonder. Het Openbaar Ministerie heeft uiteindelijk een jaar gevangenisstraf geëist tegen de jongens, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En dat betekent dat de beide verdachten uiteindelijk 3 maanden de gevangenis ingaan.